Hoi, Linkje, kijk naar deze video. Vandaag, vandaag heb ik het tweede deel van de weekvlog voor jullie. Als jullie die nog niet hebben gezien op mijn eigen kanaal, Kim's Paardenwereld, staat het eerste deel van de weekvlog. En als je het tweede deel wil zien, nou, dat is dit. Nou, daar komen ze hoor. Allemaal. Allemaal. Rebecca? Rebecca, stay with the group. Daar is Rebecca, daar is Rebecca. Daar is Rick. Hallo! Zo, ben weer op stal. Het is vandaag wel koud. Dus ik heb mijn winterjas weer aan. Jammer. We zijn gisteren vrij geweest omdat ze geënt zijn. Dus ik ga even kijken hoe de enting eruit ziet. Dat ze zijn op de borst geënt. En ja, we gaan even kijken. Ah, oh, ze is de bult. Hier is even. Nou, pony. Ja. Ik ga wel even rijden, ondanks dat ze een bult heeft. Ik ga gewoon even rustig aan, een beetje stappen en zo. En als het gaat, gewoon een beetje draven, een beetje galopperen. Dat ze gewoon even een beetje beweging heeft. Zo, nu is het klaar voor. Kijken of we die bult een beetje eraf kunnen krijgen vandaag. Zoals je hem wel gezien hebt net. En ik heb een heel klein stukje gegalopeerd, maar het was niet van harte. En ik ga dus toch nog even. Gewoon even stappen. En een beetje. Hopelijk wordt die bult minder dan. Hopelijk wordt het minder en kan ik morgen wel gewoon nog rijden. Ja, het is besties met mijn moeder. Het is ietsjes dunner geworden na het rijden. Dan kan je wel in de Ardennen zijn. En dan kan je wel gewoon op vakantie zijn. En wat vindt Tessa dan? Een pony. Een pony. Natuurlijk een pony. Shetjes. En wat grotere shetjes. Allemaal shetjes. Especially for you. Daar hebben we een hele bolle shet. Dus dat. Nou, ik ga even Bella logeren, want ze is geënt en ze heeft er een beetje last van. Ze heeft een beetje een bultje, net zoals Henja. En dus ik ga even logeren, kan ze een beetje bewegen, wordt het bultje minder en kunnen we hopelijk morgen wel weer aan de slag. Ja, er zijn duidelijk geen pennymeisjes hier, want ze zien er niet uit. Qua geborsteld al. Ook dat nog. Wat heb je? Gerold met zadel op. Ik had hier echt nog mee lopen. Nou, dat ga je niet doen. Dat vind ik geen goed idee. Hallo schat. Was je daar? Modder. Het zijn wel vriendelijke ponnetjes dit. En Alice die is bang voor de ponnetjes. Kijk. Die pony heeft er ook geen zin meer in. Alice drinkt. Oh, Tess gaat zelfs in de Rimboe
borstelen. Tatatatra. Maar dan ben je al even bezig. Vind je het lekker? Ja, tuurlijk. Nou, borstelen maar. Ze is thuis. Ik denk dat wij maar gaan wandelen en haar hier achterlaten. Ja. Ja. Die is wel even bezig. Omdat het ook moet gebeuren, ga ik even editen. Want de video's worden niet vanzelf gemaakt. En ik heb gewoon lekker mijn thuiskleren aan. Dus ik ga even beginnen met editen nu. Ik kan even laten zien. Alice heeft ook naar de zin op vakantie. Ja, het is eigenlijk de bedoeling dat ze de stok terugbrengt. Daar heeft ze wel eens moeite mee. Alice! Kom! Ja, ze hoort me wel. Nou, dat is een beetje jammer. Dat precies als ik het ga filmen, dat ze niet terugkomt. Ze doet het erom. Alice! Hier! Goed zo. Goed zo. Nee, en voor de oplettende kijkers, het stokje is kleiner geworden. Dat komt door de kou. De krimpen dingen. Nou, we zijn door de entingen 2 dagen vrij geweest. Bella wat langer, maar dat maakt niet uit. Dus ik ga nou vandaag gewoon weer rijden. Zeker Bel. Want ja, die is wel even vrij. En we gaan gewoon even kijken hoe het gaat. Wel is gereden en mag bij de stal. Dus even een dekentje opdoen en dan gaan we. Even kijken hoe heen de bult is. Het is nog een beetje dik. Het zit een beetje. Ja, ze heeft een beetje. Nou, ja, het hangt een beetje allemaal. Maar we gaan wel gewoon even lekker rijden. We hebben lekker gereden. En. Die zak is gewoon bijna weg hier. Kijk maar. Nou ja, hij zit er nog wel. Maar hij is minder dan net. Nou, we gaan wel gewoon lekker springen morgen. Ik zat nog even te twijfelen omdat ze die bult had. En gisteren liep ze niet helemaal lekker erdoor. Maar ja, vandaag liep ze gewoon echt heel fijn. Ik heb een heel klein stukje zonder beugels gereden. Dus ik heb morgen spierpijn, want ik voel het nu al. En ja, ik ga morgen gewoon lekker springen. En jij krijgt van mij een lekker snoepje. Omdat ze zo de best heeft gedaan. Oh, de viel erin. Hier zo. Zo. En jij is weer klaar om naar bed te gaan. Ga ik in de stad lopen nu. Zoals elke dag moet ik de hond uitlaten. En daar is hij dan. Remy! Oh, Dobby! Hij heet Remy, maar hij reageert op Dobby. Zo. Ik heb een beetje rotte. Anders, want dit is misschien bak. Doe maar alsof je heel bang bent. Zo. Oh, staan. Nee. Tip: fiets niet zonder handschoenen. Dat gaat niet goed. Nee, Abel. Koud. Ik weet niet wat ze nou aan het doen zijn, maar ze zijn elkaar aan het uitdagen. Kom mee, ja. Ja. Ben je weer rusten? Oh. Nee. Zo, de ponies staan los. En normaal zouden ze samen losstaan. Maar ze deden, ja tenminste, ze deden zo lelijk tegen elkaar net. Dat ik ze maar even apart heb neergezet. Ik heb zijn springles, dus hier staat Bella met Elisa. Want die gaat mij helpen vandaag met filmen en met de ponies. Zoals ze elke dag doet trouwens. En ja, ik ga nu even opzadelen en dan inrijden.
zijn eigenlijk wel, wel oké. Soms hier en daar nog wat foutjes, maar dat mag. Ja, ging voor mijn idee wel eigenlijk ja, wel best dus. Gaan we ook even springen? Ja, oké. Hebben we de zin dan? Jij. Nou, we hebben gesprongen en ja, het ging eigenlijk wel goed. Tot mijn laatste rondje toen ging ik twijfelen en nadenken. En dat moet ik niet doen, dat is gewoon stom. Tot zover mijn lichtje. Want het licht gaat aan. En ja, maar ja, het ging wel goed. Volgende keer gaan we volgende week weer verder. En met dank aan Elisa die deze week zo fijn heeft meegeholpen. Nou, ik heb deze week dus met allebei de pony springles gehad. Ik heb weer op Verona gezeten en ja, we zijn natuurlijk geënt. En ja, dat was eigenlijk deze week wel. Daarom is dit alweer het einde van deze hele weekvlog. Als je het eerste deel niet hebt gezien, kijk die vooral even op mijn op Kips Paardenwereld, want daar staat het deel 1 al op. Leuk dat je gekeken naar deze video, doe vooral een duimpje omhoog. Abonneer op Hart voor Paarden en abonneer misschien ook nog wel op Kips Paardenwereld. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!